Dit is Shelley Rhead, die voornamelijk bekendheid geniet als sprinter, maar ook als vriendin van de tweevoudig Olympisch kampioen Tommy Gustafsson, die aan het einde van het lange rechterstuk bij de eerste bocht belangstellend staat te kijken naar wat zijn vriendin hier op het ijs zal presteren. Een gerenommeerd tegenstander heeft Natalya Shive. Vergis u zich niet daarin, want zij won de bronzen medaille op de 500 meter 4 jaar geleden in Sarajevo. En Rhead is de Canadese recordhoudster op deze afstand met 40-71. Ze zal snel kunnen openen, denk ik, want ze rijdt in de richting van haar vriend. Kijk maar, het komt er ook uit. 10-87. Ja, prima gedaan van deze Shelley Rhead. Ongetwijfeld geïnspireerd door de geweldige successen van haar Zweedse vriend. Ik ben benieuwd naar de eindtijd, want die Rhead zou nog best voor een verrassing kunnen zorgen. Niet wat betreft de medailles natuurlijk, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Maar die zou best nog eens bij de eerste 5-6 kunnen rijden. Shive gaat mee, maar kan de rit niet winnen. De rit tegen gaat naar de Canadese, Shelley Rhead. En wat wordt de eindtijd? Het wordt een mooie tijd. 40.36, de zesde tijd voor Shelley Rhead. Goed gedaan, 40.66 voor Natalya Shive. Een negende positie. En de Nederlandse meisjes zakken al maar verder weg. Het is een spijtige constatering, maar het is niet anders. We hebben nog 5 ritten en dit is de tussenstand. Blair 39-10, Rotenburger 39-12 en dan Kania 39-24. Dat blijft zo, kunt u erop aan. Stanke 4e, Hashimoto 5e.